Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is uh, Hart-Gras-Podcast 135. Naast mij Suze van Kleef, tegenover mij Wessel Penning van Feyenoord. <lacht> 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 en, en naast hem Thomas Heerma van Vos. Van de nou, Ajax. <laughs> nou, nou ja, is het zo? Ja, ja. min of meer wel. Ja. Nou we kunnen uh, beginnen met uh, de klassieker van de week. Uh, wie heeft er gekeken naar Atletico Madrid, Real Madrid? Ik was van plan om heel serieus te gaan kijken naar Atletico. Ik ga de volgende week naartoe naar de uitwedstrijd Atletico Feyenoord oh. uh, en ik dacht ik ga die wedstrijd eens uh, goed analyseren, maar ik kreeg mijn gedachten er niet bij. Nee. Ik uh, dacht alleen nog aan uh, Santiago Jiménez. Dus, uh, Is uh, 3-0 genoeg voor Feyenoord? In de loop, in, in, ja, als je. Voor de eeuwigheid niet, vind ik. Um, dit was de dag dat, dat er veel had kunnen worden weggepoetst. Ik, ik ben op mijn 18e verjaardag verloor Feyenoord met 8-2 van Ajax. Fijn ja. Dus ik, ik, Feyenoord ik met ik, Johan Cruijff. Ja, klopt. En ik hoopte op een. Uh, met Van Halen was assistent assistent op de bank. En ik hoopte op een. Uh, ja, toen het 3-0 stond uh, op, op een 5 of 6-0. En wat slotlaten zei hè, dat, dat onze sterkste fase moest nog aanbreken. Want eigenlijk zal donderdag nog gespeeld. En... Ja, maar goed. Uh, kinderhand hoort ook wel uh, gauw gevuld te zijn. Dus uh, 3-0 is op zich goed. Ja, maar oh. het had inderdaad wat je, wat je zegt. Het had ook 6-0 kunnen worden. En dan was het een historische wedstrijd geworden. Hè? Nou, dat nou, is nu iets... ook wel gebeurd hoor. Nou ja, maar op negatieve. In, ja. negatieve ja. Uh, Manier. En ik denk dat het een historische wedstrijd had kunnen worden voor, voor, voor Feyenoord. Feyenoord. Ja, want ik nee, dat de... je thuis, ja. Ajax thuis ja. wegvaagt ja. en het was 0-5 of 0-6 geworden. Ja, dat denk ik Ajax. ook. Ajax had ja. sowieso niet meer gescoord en het was helemaal het. was, het was een het was een open wond die achterhoede in de tweede helft. Ja, iedereen al die beentjes trilden, alle knieën beefden, niemand wilde nog iets. Ja, dat was het, was echt afschuwelijk. ja. Ja, ik, nee. dus dat is je in die zin... Ik heb opmogen. het gevoel van die ook bij de 3-0 wel heel erg gevoeld. Dat was misschien wel het mooiste van alles. Dat je toen dacht, oké, okay, nu is het allemaal goed. En, uh, uh, maar toen gingen we ons opmaken voor nou, de definitieve achter, ons la definitieve achter ons laten van alle trauma's. En toen uh, gooiden ze vuurwerk op het veld. Die gemene ja. rikken. Ja. ja, toen ben ik vertrokken. Het was een echt een bewuste actie. En dat maakte me zo verschrikkelijk kwaad. En de eerste keer al bij je vertrokken, toch? Ja, de eerste keer vuurwerk, kwartierverrust of zo. Ja. En ik dacht, ik wil niks met deze mensen te maken hebben gewoon. Ik zit hier uh, als medeplichtige bijna van dit stuitende gedrag. Dus uh, ik zeg tegen mijn dochter, we gaan. Uppatee, en je dochter vond het ook een goed idee? Ja, ja. zeker. Die ja. heeft er ook geen geduld mee, denk ik. Nee, maar dat is toch. Ik had hetzelfde een keer met toen uh, diezelfde hooligans uh, Feyenoord mensen op de, op de toekomst uh, gingen bedreigen. Ja. Weet je, die wedstrijd tussen uh, Dirk Kuyt en um, ja. Johnny Heitinga als trainers van onder 19. Ja. Toen ben ik ook meteen uh, weggegaan. Je, je schaamt je echt zo verschrikkelijk. Weet je nog dat van Persie belaagd is? Zeker, ook dat. Dus. Van ja. Persie, dat was ook weer uh, ja, totaal wangedanig. Ja, ik, ik kan me nog herinneren, hij werd geholpen door een trainer, ik ben vergeten wie, en door Daniel de Ridder. Hmm. En een paar jaar later toen was ik bij VisioMed um, voor een interview met Van Persie. En toen was Daniel de Ridder daar ook. En die kwamen elkaar toen voor het eerst uh, sinds dat incident weer tegen. Dat was heel mooi, want die, uh, weet je wel, Robin omhelsde hem. Uh, en dat uh, was echt mooi. Heb je, ik heb hier natuurlijk eerder dit seizoen een paar keer uh, moeten, moeten doen. Hè? Henk voelt, ja, wat jij net zegt, ik voelde me een beetje medeplichtig. Dat voelde ik ook. Dat is natuurlijk onzin, hè? Want we hoeven ons helemaal niet medeplichtig te voelen. Nee, maar je wilde gewoon ge niks mee te maken hebben. Nee, nee. het is echt. Het is, het is, ja, Je kan wel uh, schuldigen aanwijzen en zo. En die zijn er ongetwijfeld ook. Maar het is een soort gedrag. Dat wil je eigenlijk niet in je buurt hebben. Je wil er niet mee geconfronteerd worden. Nee, het is bij mij wel een soort opluchting dat nu ook wel duidelijk is. <laughs> dat het, weet hem, ik weet wat je gaat zien. <laughs> dat het ondanks wat Henk Spaal in de emotie uh, deze lente beweerde... en erger, veel erger nog, Femke Alsma niet een typisch Feyenoord-probleem is. Ik, ik heb altijd wel hey. gezegd dat in Rotterdam problemen altijd stukken rauwer zijn... en als eerste zichtbaar. Maar het supportersprobleem uh, is dus groter dan Rotterdam ja, en zeker. Den Haag... Ja, dat is wel duidelijk. Ja, maar dat was denk ik al bij duidelijk, toch? Ik zit bijna, eh, bijna elk weekend in een stadion waar een wedstrijd wordt stilgelegd. Ja, maar ik vind, weet je, dat een uh, dat, dat gooien... Ja, dat, dat schooien. Sure, ik... Ja, maar vorige week zat ik bij Pack en dan komt er ook allemaal vuurwerk onder zo'n uh, doek vandaan. Weet ja. je, dat, de, dat die truc, die, die zie je tegenwoordig overal. En dat is inderdaad een groepje bij elke harde kern die zichzelf dingen permitteert. Ja, maar dit is echt georganiseerd, ja. hè? Ja. Dit gaat met sms'jes, met uh, WhatsApp'jes. Het is gewoon crimineel gedrag. Dit. Ja. Ja, maar dit is de macht in de club willen hebben, ja. hoor. Dit. Duidelijk. Dit. En het zoveelste bewijs dat deze regel dus niet werkt. Dat je hierom staakt. Nee, want ze kunnen want de, kun de uitslag manipuleren. saboteren. Ja. Ja. En daarin het slot natuurlijk voorkomen gelijk. Dit is competitievervalsing. Dat het, ja. Daar hoeven we het niet eens over te discussiëren, denk ik. En zo'n regel uh, legt de, de macht in de handen van de, nou, de grootste verstierders... Ja, het is inderdaad niet eens de baas willen zijn van die club alleen, maar maar van de competitie dus ook. Van wij bepalen wanneer een wedstrijd het. doorgaat ja. of niet en wanneer ik klaar ben, wanneer ik er genoeg van heb, nou, dan gooien wij dus dit. Maar is het ook niet gewoon niet zo goed tegen je verlies kunnen? Want ik weet je, ik heb zoveel meegemaakt nee. tegen Ajax. En uh, ik, nou, de, de, te veel vuurwerk, zoveel vuurwerk als wij ooit nodig hadden gehad om op het veld te gooien. Dat is er gewoon niet bijna, want de, de, het is zo vaak misgegaan. Waarom, een wedstrijd kan je ook gewoon, ik heb het vaak meegemaakt, 3-0 achter. En dan een wedstrijd nog 40 minuten uitzitten, dat is een soort. Ja, maar Wessel, het publiek in de arena heeft dit nog nooit meegemaakt. Nee, dus 0-3 achter bij rust, dat ja. was geloof ik 60 jaar niet voorgekomen. Ja. En dan is het moeilijk, dan zit je zo'n wedstrijd af... dan ergens achter in je hoofd hoop je op een wonder. Ik kan niet weg, want er kan nog een wonder zijn. Maar het is verschrikkelijk uitzitten. Ja. En, maar je zag op zich, dat is dan wel weer positief... een heel grote, stilzwijgende massa aan de lange zijde... Uh, 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 het, het berustend ondergaan. Op, nou, een zag, paar... op een gegeven moment zag ik um, dat er naar de F-site... Uh, middelvingers werden opgestoken ja. en ook geroepen en gezongen werd. Dus er is ook een kloof ja. aan het ontstaan. Ja. Die was er al. En in ieder geval duidelijk aan het worden. Tussen uh, een groep supporters die hier niet op zitten wachten. Nou ja. ja, ik bedoel, Henk, die was vertrokken. Uh, en dus die, het harde kerndeel van die harde kern. Ik zag die, ook een man van middelbare leeftijd overigens op de lange zijde, die, die erg boos was op Gitteruida en dat liet merken. En met zo'n groepje eromheen. Ze zitten wat dat betreft natuurlijk ook wel overal in het stadion. Ja. Ah, ja. <laughs> hebben, we, hebben wij weer, hè? Winnen we eens een keer daar. <laughs> ja. 3-0. Nu <laughs> zitten we hier in, in een soort rauwstemming. Vanmiddag gaat <laughs> dus, uh, dit nemen we smorgens op, vanmiddag ja. gaat de KNVB dus iets uh, <laughs> bekendmaken. Uh, zou, zou puntenaftrek een optie zijn bij de KNVB? Ik denk niet dat je dat nu achteraf moet doen. Ik denk dat je moet zeggen als je dat een optie vindt. Ik vind het namelijk wel een optie. Want als je het hebt over je wil bepalen wat er met je club gebeurt, dan is puntenaftrek misschien nog het enige uh, machtsmiddel uh, wat je hebt als, als KNVB. Zijnde. Maar je kunt niet achteraf zeggen: Oh, trouwens, met vuurwerk, als we het echt serieus vinden, dan gaan er drie punten af. Ik denk dat je moet zeggen: Als dit nog een keer gebeurt, dan. Maar hoe kan je bewijzen dat het een uh, Ajax supporter is die het doet? Het kan ook iemand zijn die je ervoor inhuurt van de tegenpartij bijvoorbeeld of zo? Of, ja, ja, ja oké, okay, maar. Dat is in principe dan ook zo met het gooien van bekertjes en dergelijke. Op een gegeven moment Ik bedoel je moet daar natuurlijk wel een onderzoek naar doen wie ja. dat vervolgens doet. Maar als je zegt te verdwijnen gewoon weer tien man onder zo'n doek en dan komt daar wat onder vandaan, die tien man, die, ja. die laat je er gewoon niet meer in. Nee. Ja, maar kan je ze identificeren? Dat is als ze onder zo'n doek verdwijnen, dat zie je toch gebeuren? Ja. Je kan die jongen die, die 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 dat 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 bekertje gooit, is ook geïdentificeerd. Nou ja, het die is eruit de, gegooid. Het is dus gewoon de wil om er wat aan te willen doen. Dat heb je gelijk. Dat heeft Abu Taleb hè. Ik kreeg in Rotterdam opeens op een opeenstapeling van de homo haat van hooligans. En die had ook zo'n zo um, die de sportschool van een homoseksuele eigenaar uh, beklad. En toen van de voorzitter Abu, van de roze kameraden. Juist. Hè? Ja. Uh, en toen is Abu Taleb wel met de politie echt aan het werk gegaan, is een apart team gemaakt. Ja, de bal ligt eigenlijk bij maar wat dat betreft. Durf je het nu op te pakken, durf je, het, durf je het te doen. Want clubbestuurders, ja, daar hebben we gewoon niet zoveel van te verwachten. Dat is natuurlijk ook een beetje. Ja, vol... Maar daar ligt ook de bal wel. Maar goed, die ja. club, wie uh, bestuurt hem en ja. hoe gaat het daarmee? Dat is natuurlijk ook. Ja. Nou ja, en ik denk dat een eventuele straf, wat Suze net zegt, als je nu zegt, een volgende keer gaan er wel twee punten in mindering of één of drie, weet ik veel, dat je dan mensen misschien wel activeert om wel echt netten op te hangen en wel iets meer te doen. Want ja, we, we, we nemen het al voorkomen, voor lief eigenlijk, dat er zoveel mensen met vuurwerk in een stadion staan. En dat is eigenlijk al een basisvoorwaarde waar we dan regels omheen bedenken. Het is natuurlijk totaal krankzinnig. Nee, ik erger me echt al jaren, dat heb ik hier al vaak genoeg gezegd, aan het vuurwerk. Die, vuur, die vuurwerk-fetish. Uh, Waarom? Ik doe het dan op de Disney-manier zoals bij het WK in Qatar. Super artificieel vuurwerk. <coughs> en ik uh, sprak een keer iemand die daarmee te maken had. Wat er naar beneden komt uit de lucht, dat is niet eens meer heet, weet je wel. Dus het is gewoon volkomen gevaarloos. En uh, hou op met ook gecontroleerd afsteken van die ex, extreme zware bommen in het stadion. Waar ze dus, dat gaat dan in samenspraak met de club. Hou ermee op. Doe dat niet. Samenspraak is geloof ik een groot woord. <laughs> Ze doen het gewoon en de club durft het niet te corrigeren, denk ik. Nou ja, die laten hebt... het maar toe, die gedogen het van nou ja. Maar nou, je hebt ook wel van die vuurwerkacties gehad die dan samen met de Ajax. Ja, maar dat zijn ja. geen bommen toch? Dat is dan toch ja, dan dat is dan weer rook en ja, en maar mooi er zitten ook altijd wel sier. hele zware klappen bij. Ja, Ja. 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 Ja, ik, ik snap dat ook niet zo goed. Waarom je dat als club zou doen. En dan vervolgens, als het eerste fluitsignaal geweest is. dan is vuurwerk ineens. Hè, opeens verboden. In, in, opeens verboden. Ja. Dus dat, ja, dat vind ik altijd een beetje een inconsequente uh, manier dat is het van het ook. doen. Het, want het is agressieopwekkend. dat vuurwerk van tevoren. Ja, en, en ik, ik denk ook. Als Ajax zijn, dan zeg, ik hoor je Jan van Hals zeggen: we hebben er alles aan gedaan. Ja, we, nee, denk ik, <laughs> hij zei: we hebben, we hebben alles opgeschaald. Ja, Toen schoot ik eh, ook in de lach. Wat bedoel je? Want ja, we klagen al uh, ja. wekenlang over die, die netten in de kuip, maar ja, dat is er alles aan doen, want dan ja. kan je niks gooien. Maar ik vind het zoiets geks om dat te zeggen. Maar dat is natuurlijk een beetje het probleem van de voetballerij altijd weer dan staat daar opeens jan van hals die opeens directeur van ajax maar ja, ja. over het algemeen is de is de voetballerij natuurlijk de voetbalclubs zijn eigenlijk een soort mkb bedrijven hè? en en daar krijg je dus ook de directeuren en de en, en bestuurders bij die bij zo'n sector horen maar die en die druk is natuurlijk onevenredig groot en die aandacht ja ik heb wel eens uh, via via uh, uh, bij Feyenoord... Ik heb Wouter Bos wel eens benaderd. Of die het niet wilde gaan doen, wat natuurlijk wel gewoon een topbestuurder is. Ja. ja, nou daar had hij natuurlijk geen zin in. En dat is natuurlijk het probleem. Met al die rare, monsterlijke clubs die er zijn. Uh, ja, leidt dat maar eens in goede banen. Ik bedoel, die Kroes die heeft echt geen zin. Die gaat een nieuwe elftal neerzetten. En dat heeft hij overigens een anderhalf jaar of zo voor elkaar. Maar die, die denkt nu niet, hé, hey, ik ga elke eens lekker het supportersprobleem bij Ajax aanpakken. En dat is natuurlijk het probleem. Je hebt topbestuurders nodig in het voetbal. Wat vinden jullie van als een uitwedstrijd is? Uh, deze wedstrijd mag dan geen uitsupporters hebben. Dat is al heel lang zo. Ik zie dan een aantal keer tijdens deze wedstrijd uh, Hugo de Jonge geschakeld worden. Een uitgesproken Feyenoord supporter. Maar bij de Bobo's mag dat dus wel. Zo. Ja, kennelijk, want ik zag uh, dat uh, Van Gaal zat naast Benno Lezer, dat is zelfs volgens mij ja. een uh, lid van de raad van bestuur van Feyenoord geweest. Ja. En, uh, maar goed, ik vond dat ook wel weer grappig. Maar dat hij zit gewoon in de raad van commissarissen volgens mij zelfs. Nog steeds, ja, ja. nou ja. Ja, maar dan ben je wel een soort bestuurder, dus dat ja. begrijp ik wel, maar volgens mij heeft Hugo de Jonge geen bestuursfunctie bij Feyenoord. Ja. Is hij supporter, toch? Ja, nou, ik zal je wat ik vertellen. Vind dat, ik vind dat best... Ik kreeg zaterdagavond een, uh, een telefoontje van... Uh, we hebben een late uitnodiging van Ziggo. Wil je mee? Nou, kijk wel uit. Maar, <laughs> oh. Ja, ik zag het bedaal al zitten. Als, als we winnen, kan ik mijn emoties niet kwijt. <laughs> <laughs> en als we verliezen, zit ik tussen allemaal van die blij Amsterdammers. <laughs> nou, ja, je kan niet winnen. Nee. <laughs> Nee, maar dat is. Ja, nou, maar als dat. Ja, oké. Okay. Genodigde. Natuurlijk, nee, het is, maar ja. Het, ja, ik, ik weet niet. Ik vind het, uh, ik vond het opvallend. Ja, maar Hugo de Jonge wil gewoon overal waar hij zichtbaar is. Ja, dus de Ringo Star van de Nederlandse Politiek. <laughs> als er ergens een brief wordt geopend, is hij er ook. En moet ik het nu gaan opnemen? Want hem? want het is in Rotterdam. Het kost me best moeite. Ja. <laughs> Nee, maar, maar gisteren, als we het hebben over de bestuurlijke interviews van Van Hals, stoorde ik me ook aan over het vuurwerk, over de aanloop de afgelopen week. Want ik heb afgelopen week best vaak gedacht van, goh, we zouden eigenlijk uh, elke dag even een podcast moeten hebben. Zoveel Zo. gebeurde er. Waar we het vorige week, het, waar het hier over ging, voelt alweer compleet achterhaald. Al die <tus> dingen samen en de, zeker ook het spel. Het was denk ik wel gisteren de, de treurigste Ajax dag die ik in mijn leven uh, heb meegemaakt. De, ja. de zwartste, de slechtste. Het was, het was zo treurig. Er was, er was niets uh, wat nog licht gaf of wat, uh, wat, me, wat, me, e wat me enigszins enthousiast maakte. Het was, het, was, het was echt verschrikkelijk. Nee, je hebt gewoon geen zin meer. Nee. Ik ga ook echt niet naar Ajax-Hollandam. De groeten. Je, je kijkt eruit. Nee, maar uh, volgens mij is die arena ook gewoon half leeg omdat heel veel mensen denken: hier wil ik niet mee uh, geassocieerd, geassocieerd worden. worden. En ook het is veiliger om thuis te zitten dan daar. Ja, In deze fase misschien wel. Ja, ja want als je dan vervolgens die beelden nog daarna ziet van Zo, subiter ja, hooligans die het eigen stadion bestormen. Ja, dat, het is toch echt bij de beesten af. Ja, het kapitool. Uh... Kapitoolachtige achtige taferelen. Een beetje maar... de jaren tachtig, hè? Dit. Dit is een beetje hooliganisme. Jaren tachtig, begin jaren negentig in Nederland. Ja. Dit soort dingen was toen vaker uh, Ja, was vaker vrij doodnormaal. Ja. Als ik dan wegging bij de Kuip, dan ging ik boven staan op de spoorbrug. Want dan ging de politie het stadionplein schoonvegen. Want dan moesten de vijandelijke supporters erover. Ja, dan... maar, maar de hoofdingang inbeuken en het stadioningang gebeurde Nee, dat is bij Feyenoord een jaar of acht geleden, geloof ik, gebeurd. In het Maasgebouw een keer. Mm -hmm. Dat was wel heel extreem. Maar zo'n groot gevecht op, 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 een, uh, op een stadionplein. dat is echt het beeld van de, ja, van de Ruige jaren tachtig. Eigenlijk. En dat was nu terug. Dus misschien hadden ze dat ook wel van tevoren zich een beetje kunnen realiseren. Ja, want ik, uh, toen ik terugliep naar de auto. die stond uh, deze keer op een andere parkeerplek. wegens de drukte. omdat Hugo de Jonge waarschijnlijk op P1 moest staan. Ja, ja. <laughs> maar uh, toen was er een uh, groepje. Uh, bij een café daar ergens. Dat waren denk ik een uh, man of 40, 50. Die stonden hele zware vuurwerkbommen in het rond uh, te gooien. En ik zag iets, dat was zo surrealistisch. Er zat een kind van 6 jaar, op denk 6, 7 jaar, op de nek van zijn vader. En in zijn hand hield hij een brandende fakkel. Nee hoor. Ja. Ja. En dat kind keek niet helemaal niet vrolijk of blij. Zo van ik ben lekker met vuurwerk bezig. Die keek gewoon heel strak voor zich uit. Die had een taak toebedeeld gekregen. Nou ja, je weet niet wat je ziet. Dat is toch, uh, dat is toch verschrikkelijk. Ik bedoel, die politie bij die Extinction, 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 Extinction rebellion, rebellion. Die geeft toch ouders aan die hun kind meenemen. Bij uh, een veilig thuis. Ja, ja, bij een meldpunt. Nou, deze vent had opgepakt moeten worden. En ...per direct uit de ouderlijke macht moeten worden ontzet. Ja. <laughs> ja. ja, ik ben een beetje uh, van korte kordatenoptredens, hè. <laughs> maar dat, ik, ik heb nog nooit in mijn leven zoiets gezien. Maar dit waren dus ook al mensen die het stadion misschien al niet in mochten. Nee, maar want... die waren waarschijnlijk helemaal nooit binnen geweest. Nee, maar precies, dat ja. bedoel ik. Want jij loopt dus al bij de eerste keer vuurwerk weg. Dus ja. jij ging al, uh, in de, wat was het... Uh, Kwartier voor rust. Kwartier voor rust, ging jij al weg. Ja. En dus is er ook al een groep mensen die dat stadion niet in is geweest... die dus buiten komt om... daarheen komt om uit te trappen. Dat vermoed ik wel. Ja. Maar kunnen we het even over iets moois hebben? gimenez. gimenez ja. gimenez was goed, hè? Ik, 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 ik... Ja... Ik ben natuurlijk niet verwend. Altijd in het leven geweest. Maar, maar dit, <laughs> Dat dit is hey, maar ik wou net ja, zeggen... Wel. Hoe lang gaat dit ja. nog duren? Ja, 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 de komende nee, nee, nee. vijf nee, nee, jaar? Maar, <laughs> weer in de slachtoffer. Zit Wessel ja. te huilen ja. hier... Nee, omdat nee, het vroeger nee, zo erg nee. was. Weer kampioen geworden. Nee, weer nee, 6-0 nee. van Ajax gewonnen. Weet je? Ja, ja, okay. Ik ben natuurlijk niet verwend. Hoe lang mag je dit blijven zeggen? 3-0 Israël. Over Gienvold. Anderhalf jaar. Elke Twee dag verwend. Maar, <laughs> laat ik zeggen... Ik ben mijn dankbaarheid nog niet verloren. Dus in grote dankbaarheid... Ik bedoel, die eerste goal. Ik, hij komt daar in die positie en ik denk altijd. Komt Stengs daar? die schiet dan links voorlangs. Dan gaat hij of voorlangs of de keeper stopt hem met zijn voeten. En hij is een echte spits. En bam, hoog. Korte ja. hoek. Zo ja. snel, zo hard. Niet bang om te missen. Gorten, die, die denkt nog steeds. Waar, is die, waar ja. ging die bal? Dat was. Dan de tweede goal. Iedereen zegt: Oh, Hato liet zich als een kleuter uitspelen. Nou. Maar hij speelde in de Gold Cup in die finale die goal. Deed hij precies hetzelfde, maar dan op de middenlijn. Enorme dreiging naar één kant. Dat ja. er echt zo uitziet alsof hij het echt gaat doen. En dan de andere kant op. En dan met zijn slechte been afronden. Nou, dat vond ik ook. Want ja, ik zou ook hebben ingestapt. Want als je niet instapt, dan krijg je uh, het commentaar dat je op anderhalve meter dekt. Ja. Hij is inderdaad zijn goede been. Ja. Die, hij, je moet hem niet laten schieten. Dat is bij de eerste goal ook al wel gebleken. Ja. ja. Dus je moet ook wat. Ik, ik vond het ook niet per se de fout van Hato. Ik vond het vooral de verdienste van Jiménez. Ja, dat hij dan zo'n 1 tegen 1 moment uitspeelt. Nou ja, en dan die derde goal. Hij komt van zijn eigen helft. En uh, hij geeft precies die helft goed voor. Ja. Terwijl iedereen ja. zou denken: nou, dan meestal leg je hem dan toch rechtsbreed. Ja. Voor over iedereen, die, iemand die over je heen komt. En dan ieder balcontact gisteren van hem, was bijna goed. Bijna ja. Echt ieder. Dus ja, die is dus weg aan het eind van het seizoen. Ja. Maar daar ga ik dus gewoon wel even nog een, een half jaar enorm van genieten. Ja, en nou, als, als hij, hij niet weggaat in de winter. Wat? Als hij niet weggaat in oh, de, dat de winter. Oh, daar heb ik niet aan gedacht. Ja, Suzanne, Oh, sorry. <laughs> <laughs> en mijn Henk, hoe goed wordt hij? Hoe goed kan hij worden? Wat denk je nou? Nou, het is, het is een topspits. Ja? Ja, ik heb wel. Uh, dat uh, zei ik niet toen ik hem voor het eerst zag voetballen. Want toen vielen nog uh, bepaalde mankementen op in aannames en zo, maar die fouten maakt hij dus gewoon niet meer. Super geconcentreerd. Ja. En uh, compleet. Hij zit wel lang te bidden aan goal, vind nee. ik. Ja. <laughs> ja Als ja, dat het is, nee, weet je wel. Vroeger had je, je had het onze vader, <lacht> <lacht> maar je had ook het heere zegen, deze Spijs Ja. <laughs> Eigenlijk zou die een korte versie moeten <laughs> moeten krijgen. Nee, maar het is echt een. Uh, het is echt een geweld, uh, geweldige speler. Die kan je ook niet dekken. Die, die kan je niet uitschakelen. Acht doelpunten uh, ja. nu al. En ik, kan ik las dat hij een expected goal van vijf of iets dergelijks had. Dus Zo. dat je ook dus over overperformt. Ja. <laughs> oh, Dit is een mooi ja. bruggetje. Ja. Dit is een groot bruggetje. De overperformer van de Ajax. <laughs> ja. ja. Nou ja, dat kan je Stijn niet kwalijk nemen. Dat ze niet in staat zijn, die verdedigers, om Jiménez te bedwingen. Want dat gaat niemand lukken. Nee, maar je kan Stijn natuurlijk wel kwalijk nemen hoe het staat. Je kan hem heel veel kwalijk ja. nemen. Maar Stijn neemt dat dan. alleen de spelers kwalijk, ja. valt mij dat toch keer op keer weer op. Want voordurend. nu was het ook hè, eigenlijk. Er zijn, natuurlijk zijn er afspraken. Hij had een zeer geïrriteerd interview met Joep Schreuder, uh, gaf hij. Ja. Nou, dat zou ik ook zijn. Joep wilde maar, graag maar... weten. Nee, ja, maar goed, Joep stelde wel gewoon de logische vraag: van wat zijn nee. dan die afspraken? Grapje. En toen vond hij dat hij dat joep niet aan zijn neus hoefde te hangen, ja. maar wel. Er zijn afspraken die hangen in de kleedkamer en uiteindelijk spelers houden daar, zich daar niet aan. Vrij duidelijk. Ik neem Dan aan moet dat je toch echt je afspraken beter formuleren? Ja. En ik denk niet dat dat zijn grote kracht is. Ja. De, je hebt, bent dus niet in staat geweest om die afspraken over te brengen de afgelopen nee. maand nee. bij standaard situaties. Bedoel de dit wat dit derde goal? Dat is gewoon een hoekschop waar je kinderlijk eenvoudig wordt weggespeeld en, en je zag Range om zich heen kijken. Van, waar is iedereen? Ja, ja dat klopt. Het stond maar gewoon 4 tegen 1. En het commentaar van Stijn was ook na afloop: Sosa had niet moeten schieten." Nee. Ja, ja. Ik, ja, Dat, was een soort, <laughs> dat is echt de tante ook bedenken. Nee, ja, Soza had daar niet moeten staan misschien. Is de nee. ja, is dat, dat is... alle Ajax spelers stonden op dat moment ook ver voor de bal. Ja, ja dat ja, is ja. de rare situatie. Ja. Vroeger had je vroeger drie jaar geleden had je wel eens dat soort Dingen onder ten Haag, met Daily Blind bijvoorbeeld. Die was dan heel ver aan het doordekken. Dan kwam er bijvoorbeeld een corner. Dan was hij nog steeds in die positie. En dan was er een counter en een goal, weet je. Dat, ja, ja. Ja, dat is kennelijk iets wat bij Ajax moeilijk ja, af te leren is. Ja. ja, Ja, dat is waar. Ja. Ook in de topjaren van ten Haag was Ajax nog steeds kwetsbaar op dat gebied. Ja, op sommige ja, zeker, momenten, maar je kreeg er geen drie niet. tegen in twintig minuten. Want nee. Dat was het uiteindelijk, ja, hè? Drie ja. in twintig minuten, want het heeft ook nog acht minuten stilgelegen. Ja, ja. Dus het was niet drie in de eerste helft of drieënhalf nee. uur. Het waren 22 minuten waarin je drie doelpunten tegen hebt gekregen. Ja. Ja. Dus de, de, Ajax kreeg altijd zo'n doelpunt tegen, maar je maakte er zelf ook drie. Ja. Ja. En nu heb je en geen restverdediging en je maakt geen doelpunt. Nee, maar dat dus. commentaar van Stijn is natuurlijk lachwekkend. Want die doet alsof hij, wanneer hij een afspraak op de muur in de kleedkamer hangt, zijn werk eigenlijk gedaan is. <laughs> Daar ja. staat het goed. Ja. Jongens, voer maar uit. En het, 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 het permanent afschuiven van zijn verantwoordelijkheid, het, het, het vechten wat hij nu al weken aan het doen is, dus het duidelijke overleven ja. wat hij aan het doen is. Ik denk ja. dat hij er ook enorm bij gebaat is dat nou, mislindt dat nu... Zo'n zo excess is en nu zo'n extreem voorbeeld met, met die 110 miljoen. Ik denk dat het in Stijn's voordeel is dat Michelin dat niet 50 miljoen heeft uitgegeven. Maar 110, dat spreekt tot de verbeelding. Dat het zoveel spelers zijn. En hij kan nu steeds zeggen, ja die, die mensen die wilde ik niet. Ik, uh, hier kan ik niks mee. En ik, uh, dan kiest hij nu natuurlijk, uh, ik denk ook dat dat handig is. Maar ook een beetje populistisch, ineens voor jeugd. Terwijl hij daar ook weken geleden eigenlijk helemaal niet zo op zat. Uh, het is heel duidelijk, hoewel hij dat zelf ontkent, dat hij nu met wissels. Uh, die, dat Salahid er gisteren inkwam, dat Vos dan ineens speelt. Wat ik, wat ik toejuich, maar dat dat allemaal. Nou, ook ja, politiek allemaal statements zijn. Ja. Die, die is bezig met overleven. Die is bezig met zichzelf redden. Die is niet bezig met een team bouwen. of met spelers beter maken. En dat vind ja. ik heel erg kwalijk. Ik, ik las in, in trouw uh, hadden een reconstructie van deze wedstrijd uh, gedaan. aan een aantal minuut twintig. En. Toen kwam dat uh, bekertje op het veld, dus het veld lag uh, stil. Hè? En ze schrijven minutenlang in zijn verwarring en zoeken agenten de werper... die daar naar de arena wordt uitgezet. Feyenoord-trainer Arne Slot grijpt de onderbreking aan... om verschillende spelers tactisch bij te sturen. Stijn blijft ondanks de chaos in zijn stoel. Ja. Ja. Ik heb wel in game management. Ja. ja, ik heb wel enig mededogen met... De mens die op zijn tenen loopt. In mijn hmm. loopbaan heb ik een enkele keer op mijn tenen gelopen. Dat ik iets deed. wat ik eigenlijk niet, niet had moeten doen. Dat is verschrikkelijk. Dat is het ergste wat er is. Dat is niet vol te houden. En je ziet nu ook. De, de schrik in zijn ogen staan eigenlijk. Maar dat is gelijk het alleraardigste wat ik dan over hem zeg. Um, want hij moet hij belt natuurlijk ook gewoon met de telegraaf constant. En heel veel, Het rare incident van dit weekend, wat dan gebeurt, zou zijn. Je bedoelt, Miss de loopt de... Nee, stormt, stormt, stormt. de ja, trainerskamer stormt, binnen. Ja, ik vind kamers, die formuleringen nee. ook altijd heerlijk. Want ja, dat is, hè, want van dat is natuurlijk zoiets waarvan <laughs> je denkt, ja... ja. Valt niet, te, valt niet te checken. Nee. Ja. Hè, wat nee, is binnen stormen, wat is binnenlopen? Bronnen, is het bronnen, welke Hoe hard bronzen, is er met de, ja. de deur geslagen? Weet ja. je, dat soort, ja. Welke bron zegt stormen en welke ja. bron zegt liep? Ja, <laughs> ja, is Mike Verwij daarna ook nog gaan bellen met Maduro? Uh, uh, klopt het, wat, uh, wat? Nee, heeft hij natuurlijk niet gedaan. Dus dat verhaal. En hij heeft ook tegen uh, 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 J. Gorten gezegd: uh, Jij gaat eruit hoor, want binnenkort komt uh, die andere keeper erin wordt allemaal voor waar aangenomen. Hans Kraaij zegt gisteren... Maurice, het is toch verschrikkelijk wat er allemaal ja. gebeurt. <laughs> Zo alsof Hans Krij ook volledig op de hoogte is. En het lult elkaar allemaal maar na. En Stijn is nu weer aan het bellen. Nu? nu is hij weer aan het bellen natuurlijk met de Telegraaf. Want het moet voortgaan. De overlevingstocht. En maar bellen met de Telegraaf. Ja, ik ben een AD'er. En ik ben, uh, nou, ik ben... Nou ja, uiteindelijk geworden dan misschien. Maar ik ben ooit vijf jaar chef sport geweest als voetballiefhebber. En dat heb ik een mooie in leerzame tijd gevonden. Maar ik heb daar altijd gewerkt. En er ging best wel eens wat mis, met mensen die op zoek waren naar de waarheid en in principe de waarheid opschreven. En ik zei altijd, laten we niet te veel op de telegraaf letten, want die, die zijn aan het werken op een andere planeet. En dat is wat, wat nu ook weer gebeurt. Ik vind dat zo walgelijk. Nee, want een van de redenen waarom ze Tat hebben ontslagen... is natuurlijk, het voorwerk was al maandenlang gedaan. Ja, en hij belde hun niet terug. Daar is natuurlijk mee begonnen. Nee, ja, hij, hij, hij gaat niet lekken. Nee. En dat is, dat is een doodzonde ja, daar. Ja ja, ja, ja. Ja, dat merkte je ook al bij de eerste transfers... Dat alle journalisten, inclusief die van de Telegraaf, ...daar eigenlijk door verrast waren. Dat was helemaal niet iets wat dan nee. uh, Tahirov iets voor het was was een, was een grote verrassing. Daar ja. hadden ze het niet al dagen over en dat, dat zet natuurlijk kwaad bloed. En als het gaat over Mieslind, dan moet ik nu toch de hete denken aan die foto van zaterdag dat hij op die sub <laughs> <laughs> ja zit. Uh, dat ja. vond ik ook al zo goed. Want uh, ik woon in Amsterdam aan water, waar ik veel, eigenlijk altijd expats. Dat vond ik ook, een, ook <laughs> grappig in dit kader. <laughs> uh, op subs voorbij zien komen. regelmatig in het water zien vallen. Maar ze staan in ieder geval. Mijn dat die zat al op zijn knieën. En ja, die had uh, de, de pedal volgens mij met twee handen vast. Voor het eerst ook dat ik hem zag zonder bekertje koffie. Ja. En dat was zijn zaterdag. Ik probeerde ook in te schatten aan de hand oh, van de womer. Maar de hij was en... hij dus niet zaterdag de trainerskamer. Nee, Dat was geloof ik vrijdag. Wacht even, oh. Oh, anders, of hij is op dat ding. Nou, ja. in die Is toen in zijn. in dat wedstrijd. Ja, die, kle die kleedkamer. Ja, ja, nou ja, dat konden ze allemaal niet aan, natuurlijk. Dus dat. Ja. 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 Nou ja. Wat denk jij van Feyenoord tegen Atletico? Ik heb ze gisteren zien spelen, de hele wedstrijd. Zal ik je wat zeggen, Henk? Maak me geen bal uit. Ik vind het geweldig dat we de <laughs> spelen in de eerste plaats. Nou, dat vind ik wel leuk dat je dat zegt. Want ik moest. Nou, moest mijn vader corrigeren. Klinkt wat gek, maar ik. Probeerde mijn vader deze week te corrigeren. Feyenoord fan, na Celtic gewonnen, 2-0, schitterende sfeer in het stadion, geweldige Champions League terugkeer denk ik. Hè? Ja. Dus ik zei: nou, ik heb echt een leuke avond gehad. Ik heb uh, thuis op de bank, uh, ik heb gewoon genoten. Het, was, het spel was niet altijd geweldig, maar. En hij zat gewoon zo verwet te doen. Ja, was echt niet echt slecht gevoetbald. En, uh, <laughs> <laughs> wat stelt ja, maar, Celtic ik nou pap, voor? Doe even normaal, ja. Ja. So, maar dat is natuurlijk wel mooi. Dat heeft één man heeft, dit, heeft hiervoor gezorgd. En dat is slot. En die bewijst in tegenstelling tot Stijn dat je met goed didactisch vermogen ja. en dergelijke heel veel kan bereiken in in alle opzichten nee maar kijk serieus ik, ik vond het ook niet goed tegen Celtic nee. en, toen, en toen Feyenoord die, 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 die Supercup wedstrijd tegen PSV maat gespeeld had ik ook zoiets nou zo hoef ik niet te winnen dus ik begin steeds meer op jullie te lijken. <laughs> Heb we al eerder geconstateerd nee maar Henk ik vind het vooral een schitterend cadeau dat Feyenoord daar uh, in Madrid tegen Atletico gaat spelen. Ja. En gisteren zag ik ze voetballen. En toen dacht ik: oh, oké, okay, dit wordt ook wel weer wat. Is geen Ajax, hè, Atletico? Nee, niet bepaald <laughs> nee. En, en ik, oh, ik had alleen begrepen dat ze tegenwoordig veel aanvallende spelen. Nou, dat valt ook wel mee. Het is toch wel reactievoetbal nog steeds. Is reactie. Maar slot gaat iets bedenken. Dus we hebben een kans. Ja, ja, dus je vindt het een cadeau dat je kan denken van... nou, nou we ik, zien wel. ik vlieg Op, op, op woensdagochtend vlieg ik, vlieg ik naar Barcelona. was een tip van uh, Edwin Winkels. En dan neem je daar de trein naar Madrid. Oh, en dan mooi. komen we precies om een uur of vier in Madrid. En dan gaan we naar het stadion. En ik, ik verheug me eigenlijk nog het meest van alles... op, op de, de, de treinreis van Barcelona naar Madrid. Schijnt een schittende te schitterend zijn, zegt Edwin Winkels. En dat je dan aan het eind van de dag naar een voetbalwedstrijd gaat. En na die voetbalwedstrijd ga je een hotel in. En de volgende dag ben je in Madrid. En dan... En daarna die treinreis weer terug naar Barcelona. En donderdagavond ben ik weer thuis. Kan ik misschien nog net een van de kinderen op bed leggen? Maar en dan ben je daar geweest. En hij heeft fijn dat de topwedstrijd gespeeld. En dan kan het gaan zoals Antwerpen tegen Barcelona 5-0. Maar wij besloten. En Antwerpen heeft van Bommel. Dus um, je weet het <laughs> niet. Maar Henk, normaal gesproken toch kansloos? Uh, ze waren echt in vorm gisteren. Ja. En Real Madrid had niks in te brengen. Nee. Uh, hoewel het scoreverloop gunstig was voor uh, Atletico. Uh, eerst 2-0 vrij snel en vlak na, en toen kwam uh, door een mooie goal van Kroos, werd het uh, 2-1. Toen, kort na rust, maakten ze 3-1. Ja, ze hebben Griezmann en ze hebben uh, ja. Morata. Ja. Dat is wel een vrij dodelijk duo. Ja. Griezmann is het heel erg in vorm. Ja. Ze hebben Saul terug op het middenveld, wat een <laughs> enorme impuls geeft. Ja. Die heeft jarenlang ni niks gepresteerd, maar die kwam terug bij Atletico, heeft zich in het eerste geknokt, want hij moest op de bank. En nu samen met Koken is het weer het middenveld van drie vier jaar geleden. Ja, dat is gewoon, dat is echt lastig. Ja, ja. Tegen iemand al, kijk, ik ben een fan van Stengs, hè? Maar ik vraag me af hoe hij zich daar uh, staande gaat houden. Ja. Centraal achterin zijn ze misschien wat uh, kwetsbaarder, Atletico. Ja, we hebben Jiménez niet nog in die ja, wedstrijd. Ja, ze hebben geschorst. Ja, ja maar fijn dat hij. nee, die mag niet meedoen, dus dat is wel een probleem. Dus gaat die Japaner waarschijnlijk spelen. Ah. Oh. Dus dat is wel een nadeel natuurlijk. Maar goed, die mag je natuurlijk ook wel gewoon verliezen. Ja. Dus, ja. Uh, dat, en dan kan je alsnog door in de pool. Ja, als je, vervolgens moet je tegen Lazio thuis. Als je die dan zou winnen. Dat is de sleutel, wel, denk ik. Dan ben je ja. wel een eindel, denk ik. kan ja. dus, uh, uh, je winnen. Ja, de, nou vond ik die echt niet slecht spelen. Celtic nou. Vooral nou, die Japanse invloed, ja. uh, dat, dat, dat uh, um, ja, was wel onder de indruk eigenlijk. Zij gingen opeens hoog druk zetten. Ik dacht, ik verwachtte een paar, een paar schotten die de ballen voor de schoten. Maar dit was niet, dit was niet Rangers. Nee. Dus, maar goed, het is al mooi dat we zo kunnen praten. Nou maar <laughs> mag ik iets anders even aankaarten? Die iPad in de Duckout. Belachelijk. Die staat daar dus, hè, dat is sinds het WK Qatar, hè, staat er dus een iPad houden in een Duckout. En dan. Ja, ik kan er persoonlijk erg van genieten. Dan zit daar dat rijtje. Dan zit daar die ene is hoofd iPad. Hè? Dat is dus hoe heet die die Bakali. Bakali, hè. Dat is dan de, en dan heb je Maduro, hè? De, de toekomstige bondscoach valt nu even tegen. En dan, je, en dan heb je en dan heb je Stijn in het midden. En dan die iPad wordt volgens mij alleen gebruikt. En dan is er de tegengol. En dan gaan ze allemaal die goal terugkijken op de iPad en dan zitten ze alle drie te schudden met hun hoofd. Van wat een zeg. Dit is zo, ja, wat heb je eraan? Op dat moment helemaal niks. Nee, nee. soms kijk ik naar die Ajax-bank en dan denk ik: Oh ja, zo zitten Ajax-fans nu ook op hun eigen bank thuis. Ja. Inderdaad, zo met hun hoofd te schudden. je, ja, ja. Stijn was bij die 2-0 zo met zijn hoofd in zijn handen. Zo. Och, wat, zie, wat zie ik nou? Ja, weet je wel zo. Ja. Dus ik, ik krijg daar er heel erg thuis op de bank gevoelens bij, ja. behalve je iPad. Ja, want daar werd dan heel druk op. Ja, dus <laughs> zitten ze te kijken, zitten ze allemaal mee te kijken. En, uh, maar, maar dit is toch gewoon het moderne equivalent van het van het klapblok, dat vroeger op schoot lag, waar, waar een assistent dan af en toe een krabbel in zette. Ja, of een gaf kruisje. De, ja, die oh. dat blok door. Dat was toch ook altijd... Oh, de notities de worden ook in de iPad gezet, Volgens waarschijnlijk. Wel. Dus het is ja. niet alleen voor het beeld, dus. Oké, oh, oké. Okay. Okay. ja ja En oh. ik moet ook steeds heel erg lachen, omdat dat trio in de dugout bij Ajax... Dat, Volgens mij ook helemaal nog geen onderlinge, chemie heeft helemaal nee. geen duidelijke verdeling. Nee. Ja, en maar nee. het is wel sneu voor Maduro. Want die was best uh, op weg naar een, uh, laten we zeggen, stond aan het begin van wat misschien ooit een veelbelovende trainerscarrière zou kunnen worden. Ja, die gaat nu mee. Uh, die wordt naar beneden gesleurd. Maar gaan ze hem het niet laten overnemen, Henk. Want Stijn zal in de komende week vertrekken. Neem ik aan, toch? In de komende weken? Nou ja. Ja, dan, dan stel jij veel vertrouwen in het uh, technisch en tactisch inzicht van de leiding bij Ajax. Nou ja, okay. er, er is nu in ieder geval een tijdelijke keuze gemaakt voor Stijn, toch? Als je mislint had. Dat. Nou, nee, dat persbericht vond ik ook nog heel erg genietig gisteravond. Dat is fantastisch dat je, toch? Dit vond ik zo tekenend ook weer voor de situatie bij Ajax, dat je eerst een persbericht uitbrengt met we zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Dat laten ze ook nog eens voor in Studio Voetbal, in de opening. En toen vervolgens een paar minuten later zei Oké, okay, we hebben een nieuw persbericht van Ajax Ja, maar en ineens drie woorden verdwenen. Ja. Het blijkt ja, toch. in goed overleg. Om ja. te gaan. Ja. ja. Maar ik vond het ook zo <laughs> grappig. Denkt, het eerste bericht was in het Engels. Ja. En toen zag ik die Jan van hals blokken, joh. Ja. <laughs> Op <Of> dat moment <laughs> dacht ik: Nee, die heeft Suze van Kleef gevraagd. <laughs> Suze, kan jij even, hoe zeg ik dat? Want het was keurig Engels. Dus. Ja. Uh... Ja, ik denk dat ze daar inderdaad ook iemand ja. uh, voor inhuren. Want ik, 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 ik vond het ook mooi geformuleerd. Ja. Uh, dus ik dacht ook, oh, dit is, hier is een professional bezig ja, geweest. Ja, dan, maar niet overal als de MAVO Engels. Nee, dat denk ik niet. nee. Ja, maar ook dat weer, alles is alles gaat mis. Zelfs ja. het uitbrengen van een persbericht over het ontslag van je technisch directeur je, ja. kan je niet goed doen. Maar jij zegt net, ja, waarschijnlijk blijft Stijn nog wel even zitten, want dat is nu weg. En ik bespeurde inderdaad vaker dat, je bijna, dat, dat mensen bijna kamp gingen ja. kiezen. Maar het kan natuurlijk zo, en dat is volgens mij ook zo, dat ze er allebei helemaal niet van bakken. Nee. Dus ik vind ook dat, het dat, dat 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 vertrek nu of ontslag, uh, al dan niet in enig overleg, dat dat helemaal los staat van dat Stijn, ook bijvoorbeeld uh, die wedstrijd tegen Marseille, ja, het gewoon helemaal niet goed neerzet. En dan wil ik hem wel uh, best even de tijd geven of iets dergelijks. Maar. Hoe het verdedigend staat, die drie goals tegen in allebei die wedstrijden. Want ja, ook tegen Marseille. Dat, dat, was, echt, dat was echt beschamend slecht. Ja. Met de bal af en toe zag het er nog wel aardig uit. Maar zodra de bal verloren wordt, is iedereen in paniek. Drie mensen rennen achteruit. Een paar blijven stilstaan. Ja, en dat vind ik wel eigenlijk één iemand aan te rekenen. Want dat is nou eenmaal waarvoor je een trainer inhuurt. Mm -hmm. Ja, en dat het vertrek van Miesmin, dat doet daar voor mij niets aan af. En vertraagt dat voor mij ook helemaal niet. Uh, ik weet niet of je of, 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 of ik nu zou zeggen, ontsla Stijn zo snel mogelijk. Maar wel, uh, het rapportcijfer is voorlopig echt idioot laag. Ja, kijk, ik. ik de, 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 mooi. <laughs> um, hij is niet aan het overperformen met spelers. <grijna> hey, laten we eerlijk nee, zijn. Nee, 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 nee. Um, maar ik denk niet dat je uh, eerst. Uh, Misslint dat eruit gaat. Gewoon praktisch gezien. En dan de week daarna Stijn. Ik denk dat hij nog een aantal uh, weken krijgt. En als er inderdaad geen ommekeer en als die doelpunten zo makkelijk blijven vallen... dan is het ook voor Stijn op een gegeven moment natuurlijk einde verhaal. Maar wie heeft daar heeft bij Ajax het touwtje in handen... die moeten zich toch ook op een gegeven moment gaan afvragen... is het niet tijd dat wij plaats gaan maken? Zeker. Want er is een RVC die... We, 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 iedereen praat elkaar ook na over dat Mislint dat volledig de vrije hand heeft gekregen... maar er zijn gewoon handtekeningen nodig onder al die transfers. Ja. Van meer mensen dan alleen van Mislintat. Uh, bijvoorbeeld CFO. Dat, dat is Suzanne Lendering, geloof ik. Heet. Ja, die is de Financial uh, Director. Ja. Of de financieel Directeur, om het dan maar in het Nederlands ja. te zeggen. Je hebt nog Menno Geels. Je hebt Maurits Hendricks. Dat zijn allemaal mensen die daar over mee moeten denken. En er moeten geloof ik minimaal twee van die handtekeningen onder. Dus volledig de vrije hand heb je natuurlijk nooit. Nee. En zij zijn toch degene die dan ook nadenken over het aanstellen van Mislintat. In combinatie dan met Edwin van der Sar. Want we zitten nu vanaf onderaf aan. Stijn is dan weer aangesteld door Mislintat. Maar wie is er verantwoordelijk voor het aanstellen van Mislintat? 150 miljoen uitgegeven en hem na vier maanden wegsturen. Terwijl je weet dat je een onorthodoxe keuze maakt met hem. Hij was Daar er toen toch... ook opeens. Hè? Eerst zou hij van Liverpool worden, die wilde niet. En toen kwam opeens Mislintat. Ja, die zoektocht heeft ook anderhalf jaar ja. geduurd. Zo is het eigenlijk met de trainer ook gegaan. Ze konden geen trainer vinden, nou dan pakken we Stijn. Ja, dus, dus moet je beginnen bij de top of moet je constant van onderen uh, mensen gaan ontslaan? Ja, ik was in het begin uh, gezien de cv van die man wel een uh, op niks gebaseerde aanhanger van die Pier Eringa. Ja. Maar die is uh, behalve duidelijk niet competent ook heel erg onzichtbaar. Waar is die man? Dat is de voorzitter van de RVC. Hebben we die gezien? Nee, ze sturen Jan van Halst. Uh, als soldaat naar beneden. Ja, Jezus. Ja, en hij is he, interim. Terwijl ja, hij is interim. je zou toch zeggen, de verantwoordelijken die zijn permanent. Precies, die moet. Maar nou ja, ik denk dat uh, de nieuwe bestuursraad heet het geloof ik, dat die wel uh, aan de slag zal. Oh, gaan. ja, dat was deze week, hè? Was ja. daar een uh, meeting van? Ja. Weet je wat leuk was? Gisteren was um, joh, van schip die uh, die zat bij. Uh, uh, hoe heet die zender, niet meer Fox, ESPN, ja. Die zat daar, s'ochtends, en, uh, en toen werd er gezegd het werd er gewoon gezegd, uh, hoe had uh, Johan het gedaan? Johan, dus wie iedereen dan gelijk moet weten wie het is. En toen zei van het schip, die zei, ja, Johan had ze gewoon allemaal eruit gegooid. <laughs> dat was natuurlijk kruif, hè. Dus die, die, dat is dan de oplossing, iedereen er maar uitgooien. Ja. Ja. ja, en ooit heeft iemand die um, Maurits Hendricks aangesteld. <laughs> ja, van de loser vlucht. Ja, ik bedoel, waarom? Ja. Wat doet hij? Ja, Misschien dat aanstellen, dacht ik. Ik geloof dat hij, dat, uh, dat hij, dat hij daarvoor redelijk verantwoordelijk was. Wegens uh, data georiënteerd. Ja, en ja, van de Sar ook, maar uiteindelijk is het toch wel de RwC ook die daar wederom mee te maken heeft. Ik vind dat het tijd is voor het kiezen van de koning van de week. <lacht> <lacht> ja. ik, ik las ook wel wat reacties over dat we het zoveel over Ajax hebben. Dat is. Natuurlijk 100% waar. Maar ik denk dan journalistiek gezien, of het dal waarin Ajax zit, is toch nog steeds echt zoveel heftiger en, en daardoor dus ook hè, het bespreken waard dan PSV die 15 punten uit de eerste vijf wedstrijden in de eredivisie. Nou, ik denk dat er in Rotterdam niet heel erg geklaagd zal worden over. Als we op deze manier over Eier is <laughs> dus ook, Kijk, binnenkort komt ook weer. De, je had toen de hashtag. Schreuder moet blijven. En nu komt natuurlijk. De hashtag. Stijn moet blijven. In, vanuit Rotterdam op, <laughs> op de social media. Dus um, dat, ja, ach, dit is groot. Het is. Ik zit af en toe te kijken, het is de gekste wereld die er is, toch, de voetballerij? Als je dan ja. opeens de top van Ajax ziet zitten: Pier Erika, Jan van Halst en dan zat dan, uh, zat dan nou, ja, Dat is opeens de top van Ajax. Fijnt heeft ook zo'n fase gehad hè, toen ze bijna ten onder gingen, uh, uh, eind jaren tachtig, vorige eeuw. Toen was opeens de sterke man was die mislukte staatssecretaris, weet je nog, die van de Rijden. En uh, Feyenoord, ja ja, ja die ja. was dan opeens toen kan... was die sponsor BCC ja, of nee, nee, <laughs> nee die die in de voetballerij nee dat dat was dat elektronica ja nee, dat was nee, een nee, elektron... de computerbedrijf was dat maar goed maar ja. maar dan, dan in de voetballerij kunnen mensen zomaar omhoog vallen en dan denk ik altijd op een dag vallen wij je gewoon omhoog en en dan zit je daar op het eerder terras dat kan ja dat ja, Henk, ineens, nee. Henk ineens in de ja. RVC zit. Nee, ja, ja, Henk, dat, niet. Henk ja. zeker niet. 50 miljoen voor die speler, ja, het zal wel. Ja, ja, ja. 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 wat moet ik tekenen? Nou, want dat ja, is het. het, het <laughs> trekt natuurlijk aan. Iedereen wilde bij Jan van Hals, die onbouw, die had dit natuurlijk nooit gehad. Die is weggestuurd als commerciële man bij Twente. Ja. En die is nu algemeen directeur. <laughs> Interim, interim. Ja, en, gisteren, en, en gisteren een soort burgemeester van veiligheid van Amsterdam. Ja, ook, ja. Ook eens. ja. we hebben alles opgeschaald. Ja, ja mooi. Dat. Ja, op. Mooi. Ik denk dat, zou ik dat ooit uit mijn bek kunnen krijgen? Ja, we gaan opschalen. Henk, ga jij, moet, Henk moet jij de Hardgas podcast niet wat gaan opschalen? Ja, maar ik weet, weet je dat ik niet weet wat opschalen betekent? Ja, iemand heeft ooit dat woord bedacht: opschalen. Ja. ja, opschalen. Hebben we ooit dat woord in een stuk opgeschreven het wordt op schrijf. Nee, jij het niet? haalt Henk Spaan er onmiddellijk uit. <laughs> <Ja. lacht> op schalen. Koning van de Week. Ik weet wie jij kiest. Ja, ja die kies ik ook. Ja, Jimenez. Die kies, ik jij ook. kies jij ook Jimenez? Ja. Tuurlijk. Ja. Ja. Jij ook? Ja. Oké. Okay. Ik uh, doe dan voor de vorm even een ander nog: Dat is Sier. Uh, die uh, kreeg een bal. Vrij hard aangespeeld. Hij wipt hem, op Hij wipt, wipt hem omhoog met zijn voet. En rampt die bal het doel in. Nou, dit was echt een hele mooie goal. Ja, het was prachtig. prachtig. Ja. Je hebt hem gezien. Ik heb hem gezien in, in de samenvatting. Ja, het was echt een. Uh, ja, uiteraard. Want hebben we, we hebben die club toch niet live. Nee, nee. Er zijn altijd routes naar live wedstrijden. Maar ik heb een hele korte samenvatting met de goals gezien. En deze was prachtig. En ja. mijn, mijn, maar goed, mijn uh, ik, speelde alweer op. Ik sluit me Ik sluit me helemaal aan bij uh, Jiménez. Maar is er niet een lichtpuntje gisteren bij Ajax? Um, dat, Laat ik jullie daartoe uitnodigen. Een lichtpuntje. Een lichtpuntje? Op het veld. Gisteren niet. Geen een? Nee. nee. Woensdag wel. Forbes? Tegen Marseille. Forbes had de reiging. Nee, nee, Heb je Forbes Marseille. een bal zien aannemen? Die kan niet aannemen. Nee. Dit, nee, maar dit is echt waar. Ja, ik was toch een beetje bang van hem hey, gisteren. Branko van den Bomen die geeft hem twee keer echt een hele goede crossbal. Ja, en die bal komt recht op hem af. Je ziet hem heel lang aankomen. Dus ja. je bent er helemaal klaar voor? Bal sprong weg. Bal binnenkant voet kan je me aannemen. Ja. Sprong gewoon elke keer meters van. Ja. Dat vind ik echt bizar om te zien. Lichtpuntje, dat is dat dan spanninghoopje dan of zo? Nee, maar hij was, hij was woensdag natuurlijk wel goed, maar misschien donderdag. werd, die, uh, donderdag. Misschien werd hij toen, donderdag. Uh, misschien werd, oh. hij... <laughs> ja. Ja. Spelen, misschien werd spelen, hij toen. Misschien werd hij. Ja, spelen nooit diep, meer op woensdag. Nee. <laughs> nee. Misschien werd hij toen wel diep gestuurd. Nee. <laughs> diep gestuurd nou ja, hè. Dat, dat denk ik. Dat, dat, dat Ajax je hem niet is een ander. Aan te precies, nemen, ja. Ja. wat is het Ajax voetbal toch vaak in de voeten aan spelen? Ja. Dat, dat kan dus niet in de diepte, denk ik wel, want daar komt de dreiging vandaan. Want daar dat zo'n type speler is, het geloof ik meer. Ja. Uh, het lichtpuntje Sorry, bij Ayers, ja, was was, het... uh, zij noemt van de bomen, het was die speelde natuurlijk niet slecht. Tenminste, dat half uur dat ik heb gekeken. Maar daarvan zag je ook nog in ieder geval af en toe een vleugje kwaliteit met zo'n paas. Ja. Dus dat dat dan denk je, oh. Ja, ja Telen, jouw vriend Telen, Henk, liet, deed ook weer met die die verschrikkelijk maar... knipoog naar ja. een veel te grove actie. Het is die jongen, eigenlijk moet die jongen gewoon even goed met iemand gaan praten. Maar misschien, in, in therapie ik, zat, misschien. Ik, zat, ik vond dat ook heel erg, maar ik dacht bij mezelf misschien geeft hij die knipoog wel aan Timber nee, of Nee, dat dacht ik ook eerst. En dan vond ik het nog wel sympathiek. Maar ja. je kon zien dat, dat de lijn waarnaar die keek, dat daar niet Timber lag. Dus dat was ja. volgens mij niet zo. En, um, en hij doet altijd raar. Hè? Hij heeft een heel rare mimiek. Zo'n jonge speler die er net aankomt, die volgens mij echt kwaliteiten heeft. Maar eerst een tijdje naar het dokter volgens mij. <laughs> ja ja, maar ook hierbij denk ik, ja, dat is ook gedrag. Ja. Uh, Correctie dus. Ja. 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 Hij ja. denkt dat het dus nodig is om deze wedstrijd op, hè? ik ga er op een serieuze manier in, ik ga oorlog maken, ik ga ja. provoceren. Dat is dus. Dit, ja. dit is een uiting van. ja, nou dat schijnt slot dus bij Feyenoord heel goed onder controle te hebben. Ook niet dat doen. hè. Het komt ook uit de onderwijsfamilie. Ik bedoel hij is boos geworden op Zirouki aan het begin van het seizoen. Wel moet ik wel zeggen dat ik dat uit één bron heb. Maar dat, en vervolgens praat iedereen elkaar na. Bij deze. Siruki, Siruki was ontevreden dat hij toen in die eerste wedstrijd gewisseld werd omdat dat Feyenoord rood kreeg. En toen heeft uh, en die liep met zo'n gezicht het veld uit. En toen heeft slot na afloop gezegd in in die tijd in die jaren dat ik hier werk is nog nooit te spelen met zo'n gezicht van het veld gelopen. Dus dat doe je gewoon niet meer. Maar ook hierbij ook weer, opvoeding. als ik nog even, uh, dan ik wil niet alleen maar dan over Stein, maar uh, hij na 20 minuten, of 28, maar 8 minuten is wat het veelste, haalt die guy eruit. Hè? Die jongen had een zeer ongelukkig optreden. Die loopt naar de kleedkamer. Die loopt, die is, maar die is 20, die staat ja. stijf van de spanning. Die heeft nog nooit zoiets meegemaakt, die heeft nog nooit zo'n wedstrijd meegemaakt, die komt niet in een gespreid bedje terecht. Maakt twee fouten. Je haalt hem eraf. Is al vreselijk hij genoeg wordt voor de jongen. Hij wordt overigens aangespeeld tussen twee vrijheden. Ja, je kan daar niks mee ja, met die bal. Hij wilde he, behalve hem naar de hem... keeper schieten en hij raakt hem verkeerd. Ja. Hij wilde hem echt niet daar op de 16 leggen. Nee. 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 Gaat gewoon mis. Hij wordt gewisseld. Ik vind dan dat, dat je als trainer hem even moet opwachten. En die jongen ja. uh, even uh, een moet knuffel toespreken. moet geven. Ja. Ja. En hem dan naar de kleedkamer moet laten gaan. Ja. Dat gebeurt niet. Hij nee. moet gewoon... Hij krijgt nog een high five van Maduro. Want daar komt hij langs. Want die zit aan de. Vond ik toch vrij sympathiek. Want daar moest Maduro die dacht daar wel aan. Ja. Vond ik op ja, zich maar goed. dat is toch. Je, je moet nou. dat als Stijn toch doen. Je Weet moet je toch zo'n hoe... 20-jarige jongen onder je vleugels nemen. Weet he? je nog hoe Hartman vorig jaar tegen ja. de Arena. werd? Hij ja, die, die kon zich 20 ook niet toen. Die liep met tranen in zijn ogen het veld af. Werd gewoon ontvangen. Moest gewoon bij de spelers gaan zitten. Deed een capuchon. Deed een jas over zijn hoofd. En Bijloos zat achter hem. Die was geblesseerd. Die haalde die capuchon van zijn hoofd. Kom op. Ja. gewoon hup hoort dus we erbij. Doen Kijk is samen... waar die jongen nu staat. Ik bedoel ja. niks aan de hand hoort bij een carrière. Ja. En dat is het. En maar dat deze man is aan het vechten. Die is alleen maar voor zichzelf aan het vechten nu Stijn. En dat dat ja, dat zijn de naaste trainers die er zijn voor. En me. hoe lang redt hij het daarmee denk je? Ja, de, 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 ik, zou, ik zou de voetballerij niet kunnen overleven. Dus ik kan me echt niet, ik weet, kan me echt niet beoordelen hoe, hoe dat is bellen met de telegraaf iedere dag. Doe, blijven zij wel aardig maar, tegen je doen voor hetzelfde geld? Worden ik zij vind ook het wel omgeven... leuk, want Wessel, jij, jij doet net alsof je ook de telefoongegevens van Stijn hebt. Dus dat jij precies weet wanneer hij de telegraaf. Nou ja, dat is wel overduidelijk, toch? Dus dat, uh, ja, ja. Maar ik begreep ook, hij uh, uh, is Telegraaf en daarna alle andere journalisten. Oké, okay, dus, dus wat dat betreft is hij wel... Ja, zo is hij, hij, bedient wel. Ja, hij bedient iedereen. Wat? Hij bedient iedereen. Ja, zeker, zeker. En, wel, en, en met een zeer genuanceerd, objectief verhaal ja. over het algemeen. Ook over zijn eigen functioneren ja, en ja, dat hij, van Miss Hij zegt dan eerst tegen Mike, Mike, eerst mijn eigen fouten. <laughs> Nou ja, onze, onze Hugo heeft ook wel meermaals in de podcast verteld dat Stijn hem belde. Ja, ons. maar ik denk ook dat Stijn gewoon een hartstikke leuke trainer is voor dat niveau. Voor Sparta. Voor dat niveau. En misschien ja. voor Utrecht. Ja. Nou, dat niveau klonk een beetje denigrerend, maar dit is toch steeds een rare keuze geweest. Ja. Wedstrijd van de week is Ajax. <laughs> <van en dan. lacht> ja, weet ja. je. Ajax thuis, gaan, gaan die altijd goed? <laughs> Ajax thuis, ja. Nou ja, het was vorige keer uh, Ajax Von en dan was het het einde van uh, Schreuder. Is dat zo? Ja. 1-1, ja. Toen was, in, toch s'avonds was er toen ja. meteen. Uh, ja. ja. Oh ja, in de rust al, dat ja. was het. En toen <laughs> werd na die wedstrijd het lied van de Sar nog doorschemen... dat de reiziger het zou gaan overnemen. Maar dat werd toen ook in de dagen daarna weer omgezet. Dus uh, toen werd het Haals nog. Dus. Nou, zeg het maar. Jij mag. Wessel. 5-0 en daarna komt alles goed. Ik <laughs> <laughs> denk wel, Ajax makkelijk wint. Ja. Ik denk dat Ajax ook wint. Ik denk zeker niet makkelijk. En ik denk ook zeker met een tegenkool. Ja, ja uh, dat kan niet anders. Nee, dat, dat, dat lijkt me echt uh, uitgesloten dat ze de 0 houden. Laat ik zeggen, uiteindelijk 3-1. Maar toch zwaar bevochten. Um. Bij mij is vooral de vraag, wordt deze wedstrijd uitgespeeld of niet? Nou ja, kijk, um, dat, hangt er heel, dat hangt natuurlijk van de stand af. Ja, okay. Bij RKC hadden sommige supporters het niet helemaal begrepen dat je bij een voorsprong dat niet moet doen. <laughs> He, want uh, die gooiden dus bekertjes op het veld toen ze Scoorde, een ja. goal maakten. Ja. ja. Dat moeten ze nog in RKC in Waalwijk even goed duidelijk maken daar. Dat dat alleen bij een achterstand nut heeft, niet bij een voorsprong. Dus als Ajax voorblijft, dan hoop ja, ik dan wordt het dat ze begrijpen dat je dan niet met vuurwerk moet gooien. Ja. Komen ze achter, dan, uh, ja. dan denk ik dat de fouillierdienst uh, weer niet gefunctioneerd heeft. Ik denk 2-1. Ja, ik ook. 2-1. Maar dan de winnende in de negentigste minuut of zo. In een lege arena, in een half lege arena dan. Ja. En wie maakt hem? Robbie. Oké. Okay. Ja, dat zou wel mooi zijn. Ik, heb nog, ik wou nog even een appje, een uh, tweetje voorlezen van een uh, Feyenoordjongen jongen met humor. Hij noemt zich FR Gerardo. Ja. Beste mensen van Hartgras. gras. houdt morgenochtend Henk Spaan in de gaten. Die gaat waarschijnlijk fakkels in de studio gooien. Om te voorkomen dat de podcast morgen online komt. <laughs> Goeie grap. Uh, hij is best wel grappig. 160 likes. leren. <laughs> nou. Met jou als leidend voorwerp. Ja, ja het overkomt ja. je dan ook maar. Het is ja, allemaal zo. nog niet erg genoeg. Hè? <laughs> <Ja>. <laughs> Pelle gooit nu iets naar mij. <laughs> Goed, dit was het. Uh, opgewekt voorwaarts. En tot de volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.